Hebben ze dan ontdekt dat Jackie O ergens nog een achternichte had wonen in een vervallen gebouw in de Hamptons. De Hamptons, dat is een heel chique upper-class buurt waar hij dat de New Yorkse jetset dan ging de zomer doorbrengen. En daar woonden twee van die achternichten, een moeder met haar dochter. De moeder al dik in de 80, de dochter in de 50. En die woonde daar in een vervallen huis van 28 kamers met een overwoekerde tuin. En het bleek dat die dochter de laatste 25, 30 jaar het huis niet was uitgeweest. Dat is heel onduidelijk wat daar juist gebeurt. Je komt dat eigenlijk ook niet te weten. Dus je zit vooral te kijken op twee vrouwen die de hele tijd zitten te bekvechten met elkaar. En die elkaar verwijten naar de kop gooien. Maar eigenlijk ook wel goede vriendjes zijn. Op een rare, twisted manier. Je wilt niet gewoon je documentaire gaan nadoen. Het is iets dat je, denk ik, meer en meer ziet tegenwoordig ook. Dat je letterlijk een film vertaald krijgt naar theater. Dat wou ik nu echt niet doen. En toen in één keer dacht ik... Giel van Berkel en Jeanne Pervoet. Giel zag dat direct zitten. Maar die ziet alles zitten wat ik vraag. En dan had ik aan de Jeanne gevraagd van wil je dat doen? En zei als ik de moeder mag spelen. Ja, ik weet waarom. Hij kan de hele tijd in zijn bed blijven liggen. Gewoon lekker lui. En laat mij maar het werk opknappen. Hè? Dus, zoiets ongeveer. De reden waarom ik de moeder wilde spelen is omdat dat personage mij op de een of andere manier intrigeerde. Zij is degene die eigenlijk de schuld is van de situatie waar dat die twee vrouwen in belanden natuurlijk. En heeft ja, haar dochter eigenlijk een beetje als slavin gebruikt om haar eigen leventje te kunnen leiden. Ik was 17 en ik zat in het laatste jaar. Ja, laat dat dan niet zien. Ik deed mee aan een modeshow. Ja, laat dat dan niet zien. Mooi, laat hè? Zien. Laat zien. Ja, het interessante aan het personage is op de eerste plaats, denk ik, dat, dat deze Edith Beale Jr., dat zij... daar is wel wat mee aan de hand hoor, met deze vrouw. Ja, daar is toch wel een flinke hoek vanaf. En toch is ze heel begrijpelijk. Ik vind haar heel menselijk. Het is ook een heel triest iemand. Ik vind dat wel, maar dat geldt uiteraard ook voor de moeder. Oh god, ik heb geen haar. Nou, ik heb geen lippenstift op. Ik heb geen haar. Je is zo lelijk zo. Zag je het meteen zitten om een vrouwenrol te spelen? Het vreemde is dat wij er nooit hebben over nagedacht. Er is nooit gesproken over, ja, jullie zijn vrouwen, jullie gedragen je zo. Ik bedoel, wij hebben een studie gemaakt over hoe die vrouw, ik bedoel, ja, die Big Edie, hè, dus mijn personage, die doet iets heel de tijd met haar handen. En ja, dat zijn oude vrouwenhanden. En daar heb ik wel mij... Allee, dat zijn dingen waar je heel veel mee kunt doen en waar je met je personage ook kunt onderlijnen ofzo. Ja, in het begin voelt het enkel en uitsluitend als heel gemaakt aan, heel overdreven. Maar op den duur begin je daar wel je weg in te vinden. Ze zag mijn broers nooit. Ik zag ze elke minuut van de dag, zag ik ze. Ik praat bijvoorbeeld ook in een soort van kopstem. Ik doe haar stem na. Maar vreemd genoeg, mensen die nu al een aantal doorlopen gezien hebben, die zeggen ook van dat duurt net 2 minuten en dan zijn wij dat vergeten dat daar 2 mannen staan. Moeder, hier, kijk eens, dat is een prachtig. Oh nee, dat wil ik niet dat je die foto. Nee, ik wil niet dat je die foto. Ik wil niet dat de mensen die foto zien. Het is in de eerste plaats volledig losgaan en dat is fijn. Dat is ook wel waarschijnlijk tof. Met Giel natuurlijk, omdat hij goed zot is. En Stef. Ik wil niet dat je die foto toont. Ik heb het graag tegen. Nee. Kijk eens wat ze doet. Kijk eens wat ze gedaan heeft. De situatie waarin dat die twee vrouwen zich bevinden is waanzinnig. Hè? Twee, een moeder en een dochter die gedurende 30 jaar
hun huis totaal verwaarloosd hebben, zodanig dat er katten en wasberen en weet ik wat allemaal rondlopen. Er wordt nooit opgeruimd, er wordt nooit maar enigszins een poging gedaan om dat huis op de een of andere manier toch een beetje aan de kant te houden. Ja, dat geeft situaties mee dat je denkt van, Jezus, dat is tragisch, maar doordat het zo tragisch is, wordt het ook lachwekkend. En ik denk niet dat we door een bepaald typetje te spelen, het lachwekkend maken. La-di-da-da, la-di-da-da, and so I'm through with love. We hebben helemaal niet gewerkt op alleen maar de lach of zo. Ik zou het ook heel erg vinden als het ook alleen maar dat is. Mensen moeten er ook wel serieus over nadenken, over hoe dat je je leven zodanig kunt verliezen. In deze situatie, dat er gewoon niks meer mee aan te vangen is. Al sinds mijn geboorte deed ik niks zo graag als zingen. Ja, dat is het beste van alles. Het beste van de hele wereld. Zingen.